Suriname heeft vandaag 10 ton aan hulpgoederen gestuurd naar Antigua. Het instituut bekend in een persbericht. Antigua en Barbuda behoren tot een van de zwaarst getroffen eilanden als gevolg van de orkaan Irma die momenteel Florida in haar greep heeft. Het Nationaal Coördinatiecentrum, NCCR, is belast met de verstrekking van de hulpgoederen. Logistiek manager van NCCR, Corti Ulrich, vertelt waaruit de hulpgoederen bestaat. Op instructie van de president van de Republiek Suriname hebben we goederen die wij richting Antigua zullen brengen. De goederen die bestaan uit rijst, water, olie, topramen. We hebben ook kitchen set, dat zijn potten en pannen die voor één gezin bestemd is, van 5 personen. Verder hebben we dekens, lakens. We hebben ook kwekerrols en watermelk. Verder dat ook Sint Maarten hulp zal krijgen. Daarnaast zal Suriname het Caribisch Instituut voor Rampenbeheersing, CIRMA, ondersteunen. We zijn in elk geval al bezig met te kijken richting Sint Maarten, waarbij we ongeveer 1800 Surinamers hebben die daar getroffen zijn. Verder kan ik mededelen dat wij ook hulp verzoek hebben gehad vanuit CEDIMA. CEDIMA is de overkoepelende rampenorganisatie in het Caribisch gebied, waarbij ze vragen als vanuit Suriname wij geen logistieke ondersteuning kunnen geven. De regering heeft het verzoek ingewilligd en we zijn nu bezig te kijken. Althans, we hebben al zeker 2 mensen die geïdentificeerd zijn om heel binnenkort richting Barbados te gaan. Om van daaruit richting Antigua en de andere plaatsen zoals Sint Maarten en andere plaatsen om daar assessment te maken. En we zullen van daaruit kijken wat benodig is om de getroffenen te helpen. Logistiek manager van het Nationaal Coördinatiecentrum NCCR, Corti Ulrich, over de bijdrage die Suriname levert om de getroffen gebieden in het Caribisch gebied te ondersteunen. Waarnemend president Ashwin Adin vindt dat Suriname als goede buur niet achter kan blijven met het verlenen van hulp. Na een spoedoverleg tussen de CARICOM-leiders is besloten om de hulpverlening zo gauw als mogelijk op gang te brengen.